Ik ga het vandaag met jullie hebben over upsells. Helion, goedenavond. En upsells doen we eigenlijk post-purchase. Dus voor je Shopify store, Shirley in jouw geval, zodra mensen een bestelling hebben geplaatst. Dus mensen plaatsen nu een bestelling bij jou. Maar nu is de taak dat ze 2 of 3 bestellingen gaan plaatsen. Voor Bol doen we dat in de vorm van volumekortingen, maar niet met post-purchase, omdat het niet kan. Maar dit gaat puur over het gedeelte van Shopify. Doen we eigenlijk 2 upsells. En 1 downsell hierin. En dan ga ik even verder uitleggen wat die upsell dus is. Dus je hebt bijvoorbeeld een product dat goed verkoopt. En je upsellt precies hetzelfde product. Dus die upsell je eerst met 35% korting. Nou koopt deze klant dat product. Dus hij heeft het eerste product gekocht. Dan krijgt hij een upsell van precies hetzelfde product. Van 35% korting. Krijgt hij nog een keer dezelfde upsell. Alleen dan met een hoger kortingspercentage. Wijst hij de eerste upsell af, krijgt hij nog 1 laatste downsell van 50%. Het ding is wel, het is niet voor alle payment methods. Dus voor iDEAL en bankcontact kan het helaas niet. Maar voor de andere wel. En andere dingen qua upsells wat we altijd kunnen testen, zijn dus upsells in je winkelwagen, omdat het niet post-purchase is. Maar waarom ik persoonlijk zo fan ben van post-purchase, is dat iemand al een bestelling heeft geplaatst. En de kans dan veel groter is dat hij nog een bestelling gaat plaatsen of iets toevoegt aan zijn bestelling, omdat hij namelijk al heeft afgerekend en niet en geen korting wil mislopen. Oké, dan gaan we het ook hebben over die downsell. En die downsell is puur het 50% korting, de alles of niets offer. En de app die we gebruiken voor alle upsells is OneClick Upsell raad ik aan. Maar je kan ook Vitals gebruiken. Daar heb je altijd je in-winkelwagen upsell die je kan toepassen. Ik heb daar ook mijn eigen flow voor en de hele strategie daarin in de cursus. Dus die kan je altijd checken, wat super handig is. Dus de downsell is in principe een laatste offer. Dus iemand koopt je product, koopt de eerste upsell niet, krijgt hij nog een laatste downsell. En dat is het. Daarna stopt het ook gewoon en houdt de hele flow op. Wel heel handig voor creditcardbetalingen, PayPal, Mastercard, Visa, dat soort dingen. Dat wel goed staat. Heb ik het hier nog een klein beetje uitgelegd? Ik hoop dat het redelijk duidelijk is. Dat jullie het ook gaan snappen. Ga ik het even kort uitleggen. Dus je hebt je main product. Dus het product dat je nu verkoopt. De klant koopt dit product. En dan krijgt hij van hetzelfde product een upsell. Koopt hij dit product weer, krijgt hij een thank you page weer met een upsell. Nou, de downsell offer is dus ook een koop thank you page. Weer met het main product en daar komen weer details in. Alleen het enige wat hierin verschilt is de prijzen. En je geeft natuurlijk korting op de producten die je hebt. Dus je main product bijvoorbeeld is €29,95. Dan geef je niet korting op het product van €29,95, maar dan geef je korting op een hoger product. Dus je dupliceert eerst bijvoorbeeld een camera 3 keer in Shopify en dan geef je daar andere prijzen van. En daarna geef je pas de korting zodat je marge wel gewoon gelijk staat. Nou, stel je voor iemand koopt het downsell product niet, dan end the flow in het geheel. Tony, ook goed dat je er bent. Ik ga het zo meteen nog even voor jou kort wat dingen uitleggen en de hele strategie erachter. Dus iemand koopt het product, krijgt die upsell nummer 1, 25% korting op precies hetzelfde product. Dus stel je voor een waterflesje koopt iemand, dan krijgt hij nadat hij afgerekend heeft, de eerste upsell met 25% korting. Van hetzelfde product, van datzelfde waterflesje. Nou, hoe doe je dat op Shopify? Dan dupliceer je je originele product met een hogere prijs. Ik zal straks ook nog wel de exacte keer hoeveel 1 punt zoveel erbij zetten, dan dat het ook duidelijk is. Nou, dan heeft iemand bijvoorbeeld upsell 1 gekocht, gaat hij door naar upsell 2 en daarin krijgt hij nog meer korting. Dus 35% korting, weer op precies hetzelfde product dat ze al 2 keer nu hebben gekocht. Dus dit product hebben ze al 1 keer gekocht vanuit je productpagina, maar ook 1 keer vanaf de eerste upsell en daarna naar de tweede upsell. Als ze dat doorlopen, dus ze kopen het product, ze kopen upsell 1 en ze kopen upsell 2, daarna is het ook echt klaar. Ze kunnen wel ervoor kiezen in zowel upsell 1 als 2 hoeveel aantallen ze toevoegen. Meestal staat het op 1, maar sommige klanten zullen ervoor kiezen toch weer 2 toe te voegen, omdat ze bijvoorbeeld 35% korting hebben. Nou, dan nog de laatste flow even kort. Iemand koopt je product op de productpagina, krijgt upsell 1, maar wijst dit product af, dan krijgt hij downsell 1. En dat is ook de allerlaatste. En dat is een 50% korting op hetzelfde product dat ze net hebben gekocht. En hierin dupliceer je ook weer je originele product
met een hogere prijs. Dus bijvoorbeeld in plaats van 29,95, 34,95. En daar geven die korting van. Want als je korting gaat geven op de verkoopprijs van je productpagina, wordt je marge gewoon eigenlijk gelijk een stuk minder, dat het gewoon niet interessant is. En de klant die begrijpt dat, omdat je al korting geeft op je productpagina vaak van, laten we zeggen, 30, 50 of 75% korting daarin. Nou, in andere woorden, een klant koopt het, heeft die upsell 1. En hoe bepalen we deze prijs? Dus stel je voor, je hebt een prijs van 20 euro, dan doe je prijs keer 1,15. Doe je 15% verhoging op die 20 euro. En daar gaat die 25% korting straks vanaf, zodat je marge wel gelijk blijft. Nou, voor upsell 2 is dit prijs keer 1,20, een 20% verhoging. En daar geven we 35% korting op, zodat je marge ook weer gelijk blijft. En voor downsell 1 doen we prijs keer 1,35. Is een 35% verhoging van je verkoopprijs op je productpagina. En daarna gaat die 50% korting er pas af. Nou, in OneClick Upsell, dat is de app die ik hierin aanraad. Maar stel je voor, je hebt Vitals nu ook nog geïnstalleerd. En het kan via daar, kan je dat ook even testen. En dan bespreken we zelf wat voor resultaten daaruit komen. Maar persoonlijk gebruik ik alleen OneClick Upsell voor mijn stores. En voor upsell 1 geef je dus 25% korting. Maar je hebt dus eerst 15% omhoog gedaan. Blijft je marge beter. Voor upsell 2 35% korting. Maar je hebt eerst je prijs 20% omhoog gedaan. Dan blijft het een stuk minder. En voor de laatste downsell geven we 50% korting. En vandaar doen we eerst 35% verhoging op je huidige prijs. Nou, hoe doe je dit precies? Wat je nodig hebt is de OneClick Upsell app. En volgens mij is die, hoe meer je verdient aan de app, hoe meer je er uiteindelijk aan gaat betalen. Maar in principe is dat geen ramp. Je maakt 3 duplicates van je producten. Dus je hebt een waterflesje, heb je 3 duplicates in je Shopify products. Dus je hebt 1 product, dat is je verkoopproduct. Maar je hebt ook nog de 3 duplicates. En die kan je gewoon precies hetzelfde noemen. Dat is geen probleem dat die ook zo actief op je store staan. Want mensen komen vaak alleen op je productpage. Dus 3 duplicates, 2 upsells en voor 1 downsell. Je maakt 1 tag aan voor het originele product. Voor het product dat je zelf verkoopt. Product upsell. Dat voeg je toe aan het originele product. Niet aan de duplicates. Nou, dan ga je daarna naar de upsell tags toe. En dan voeg je die uiteindelijke tag toe. Je zult ook zien als je het product toevoegt aan de onderkant. En ik heb ook, als het goed is, een video staan in de cursus. Hoe ik dit helemaal precies uitleg. Dit staat er misschien nu een beetje vaag in. Maar daar heb je bij beeld in van, hey, hoe ziet upsell 1 eruit? Hoe ziet upsell 2 eruit? En hoe ziet downsell 1 eruit? Dat dat voor jullie allemaal duidelijk is. En dat je dat gewoon kan toevoegen. Want dat gaat er gewoon voor zorgen dat de omzet die je nu maakt 10 tot 20% extra kan zijn. En dat ligt niet per se aan die OneClick Upsell app, maar echt aan deze strategie die ik hier jullie voorleg. Dit heb ik de laatste jaren allemaal geprobeerd en gefine-tuned wat voor mij het beste werkt en aangepast. En dit kwam bij mij als winnaar eruit. Dat het beste werkt en dat ik test voor al mijn nieuwe stores. Dus dat raad ik voor jullie ook zeker aan om te doen. Het liefst via OneClick Upsell. En later kunnen we altijd nog andere soort upsells gaan testen in je winkelwagen. Maar ook op je productpage. Daarin zullen we eerst beginnen in winkelwagen. Omdat je mensen niet gelijk op de productpage 2, 3 of 4 wil laten verkopen. Nou, verkoop je nou op Bol, dan kan je voor producten die al sales hebben gemaakt. En waarvan het logisch is dat mensen er 2, 3 of 4 zullen kopen. Kan je wel volumekortingen toepassen. Met dezelfde strategie. Ja. Helaas kan je geen duplicates maken, zoals je dat op Shopify wel kan. Dus dan zou ik rekening houden met andere soort percentages qua kortingen. Want hier geven we natuurlijk 25% korting, 35% en 50%. Dan zou ik uitgaan van koop 2 krijg 10%, koop 3 krijg 15%, koop 4 krijg 20%. Je wil niet meer dan 4 verschillende volumekortingen gaan toepassen, want anders krijgen mensen te veel keuzestress daarin. Dus dat was het eigenlijk heel kort en het is eigenlijk puur voor Shopify. Maar voor upsells kan je het ook doen als je al winnende producten hebt momenteel op Bol. Anders wil je gewoon zo min mogelijk keuzes laten maken aan de klant. Dat is altijd het allerbeste. Oké, dat was het eigenlijk in het kort al.